We zijn hier vandaag in de grote watering in Lommel. Eigenlijk het resultaat van een project dat al dateert van midden 1800. Toen men geprobeerd heeft om de arme Kempische heidegronden vruchtbaar te maken. Dat deden ze dus met water van het kanaal waar een hoop sedimenten in zaten. En het idee was opgevat om een systeem uit te denken waar dus elke vierkante centimeter ongeveer bevloeid werd. En dat tijdens het bevloeien ook de sedimenten afgezet waren. En om al dus eigenlijk de grasgroei te kunnen bevorderen. Want gras was in de tijd was dat dus de brandstof van de tijd. Omdat je dat, de paarden moesten daarmee gevoed worden. Hè. Dat begint eigenlijk in de winter, dat we dan gaan soeven. Soeven wil zeggen dat je de greppels aan de bovenkant eigenlijk openmaakt, een klein greppeltje maakt. En dan beginnen we met de bevloeien. En dat is zo'n dag of vijf wordt dat bevloeid. Dan stoppen ze het en dan gaan ze naar het volgende perceel. Men heeft eigenlijk tot midden 1900 actief gebruik gemaakt van deze techniek. Het zou echt spijtig zijn moest dat teloor gaan. Dus daar willen we ons in eerste instantie voor inzetten. Maar in tweede instantie is dit als natuur wel heel speciaal. Het feit dat je die zandige gronden gaat bevloeien met kalkrijk water, maakt dat hier een flora ontstaat die wel uniek is. De bonte krokus bijvoorbeeld, planten die typisch zijn voor kalkgebied die je normaal in deze streek niet gaat vinden. Wel, het is heel leuk om daarvoor te zorgen dat die flora ook blijft bestaan. Tegelijkertijd ook het grasland zelf als permanent grasland is belangrijk. De huidige landbouw gaat heel dikwijls grasland terug omploegen en terug inzaaien. Echte permanente graslanden die dus gedurende jaren grasland blijven, zijn zeldzaam aan het worden. En vandaar ook voor de natuur belangrijke interesse. Ze zijn nu bezig overal met vernattingsprojecten, ook in de landbouw. Dat ze duidelijk zeggen, kijk, op het moment dat de boer niet op het terrein wil, maak het nat. En op het moment dat hij op het terrein wil, laat het waterpeil even zakken. En brengt nadien, als hij zijn werk gedaan heeft, het peil terug omhoog om grondwater eigenlijk te schermen, want nu op dit moment hier overal in de zomer staan er allemaal waterputten voor te sproeien en dat is omdat ze alles, het water moet zo snel mogelijk weg, maar in de zomer hebben ze water nodig, dus dat is iets dat niet altijd samen gaat. Hè. Het feit alleen dat hier zoveel slootjes zijn, 240 kilometer slootjes, waar dat regenwater ook gewoon gaat in opgevangen worden, de tijd krijgt om in de bodem te dringen in plaats van snel afgevoerd te worden. Dat allemaal draagt bij tot de vernatting. We gaan een onderzoek doen naar de biologische samenstelling van de bodem en onder andere daar verwachten we heel veel van. Het is alleszins een techniek die bijdraagt tot een echt natuurlijke bodemhuishouding. Ja, dit is heel intensief, dus we rekenen een beetje op onze vrijwilligers. Het zijn niet allemaal hele jongen. En nadien gaan we een borreltje drinken en dan houdt de groep ook goed bij elkaar. Hè.